Welkom bij vlog nummer 32. Ik ben Linda. Ik ben ook wel bekend als Rolhobby op Instagram, Facebook, Revelry, hier op YouTube. En het is tevens de naam van mijn webwinkel in handgeverfde garens, breipatronen en handige breibenodigdheden. Ik woon in Nijkerk met mijn man Rob en wij hebben 3 kinderen. Lars van 27, Sven van 25 en Kirsi van 20. Alle 3 wonen ze niet meer thuis, hoewel Kirsi de afgelopen maand tijdelijk eventjes bij ons is neergestreken, tot haar vertrek naar Barcelona aankomende week, waar ze stage gaat lopen, tot aan het einde van het jaar. Welkom! Als je hier voor de allereerste keer bent, ga lekker zitten, pak iets te drinken, pak een handwerkje erbij en ga gewoon lekker luisteren naar wat ik allemaal beleef in mijn handwerkleven. En als je een terugkerende kijker bent, ook hartstikke welkom. Blijkbaar doe ik iets goed, hè, als je er weer bent. En daar ben ik blij mee. Afgelopen woensdag was het 26 juli en toen stond ik op de Weversmarkt in Hoorn. Voor de allereerste keer. Ik ben daar wel vaker als bezoeker geweest, maar dit was de eerste keer als deelnemer. En man, wat een leuke dag was het. Maar wat begon die nat. Niet normaal. Wij waren er om 7 uur 's morgens en nou, de regen kwam zo hard naar beneden dat je gewoon de overkant van de straat amper kon zien. En dan denk je, je staat toch onder het dakje van je marktkraam. Nou, het maakte allemaal niks uit. Ook de hele marktkraam, het houten blad, alles was helemaal nat. De kraampjes, de dakjes, hè, die waren helemaal gevuld met water. Echt, wat een hoop water. Maar toen het zo rond 7:30 een beetje droog werd, toen leek het erop alsof het de hele dag niet meer zou regenen. En dat is ook niet meer gebeurd. Het is wel heel hard gaan waaien, waardoor al die dakjes met dat water er nog in, waar we eigenlijk niet goed bij konden om het eruit te duwen, af en toe sloeg de wind eronder en dan kreeg je zo'n koude klets even over je heen. Maar nou ja, we hadden de kraam zo ingericht dat mocht er nog een regenbui komen, dat we de hele handel in 1 keer af konden dekken met plastic en op die manier konden beschermen voor waterschade. Ik zeg de hele tijd we. Kraamzus dit keer was mijn vriendin Esther. De wolzus was op het moment van de Weversmarkt nog op vakantie. Dus Esther ging met me mee en ook van deze plaats af nog een keertje. Dankjewel Esther, we hebben echt een topdag gehad en ik vond het zo leuk dat je bij me was om me te helpen de hele dag. Dit is nog even, ik ging bijna beginnen met editen en toen bedacht ik me ineens iets. Op de Weversmarkt van de week kwam er een dame bij mij aan de kraam en die zei, u krijgt deze van mij. En zij had hem al, dus ze had hem dubbel. En toen kwam ze hem bij mij brengen. Maar ik weet helemaal niet zo de naam van die mevrouw. En dat vind ik heel vervelend, maar ik wilde in ieder geval het tijdschrift even laten zien. En ik vind het gewoon zo leuk dat die mevrouw het gewoon kwam brengen. Maar ik vind het zo erg dat ik de naam niet weet. Dus als je die mevrouw nou bent, dank je wel. En laat even een berichtje achter. Ik vind het echt heel leuk om... Ja, ik was ook volgens mij op het moment dat ik het kreeg een beetje uit me doen, zeg maar. Toen ja, wist ik ineens even niet wat ik zo gauw moest zeggen. Ik was ook een beetje moe al. Maar goed, ik vind het heel leuk. En dat wou ik nog even zeggen. Dus we gaan nu weer terug naar alles wat ik al eerder opgenomen heb. Op de Weversmarkt is de beste haarband gelanceerd. Een patroon waar ik al een poosje aan bezig was. En ik heb er hard aan gewerkt om hem voor de Weversmarkt klaar te hebben. En dat is gelukt. Ik had patroonboekjes. Het patroon is te koop in de webwinkel.
Maar op de weversmarkt hadden we ook kleine pakketjes te koop die ook in de webwinkel staan. Dus je kunt alleen het patroonkoopje kopen. Dat is een instant download. En dan krijg je dus een document waarmee je, als je het uitprint, dit boekje in elkaar kunt vouwen, hè? Maar je kunt ook het patroon downloaden en dan is het geschikt om bijvoorbeeld in Knit Companion te laden of gewoon plat uit te printen, als je dat prettiger vindt. Maar op het moment dat je de aankoop doet, krijg je beide varianten. Dus als je hem uitprint en je denkt, hoe zit dit nou? Dan heb je waarschijnlijk de boekjesvariant uitgeprint en dan moet je ze even op volgorde leggen en opvouwen. Maar je kunt ook in de webwinkel kiezen om het pakketje te kopen. Dan heb je het patroonboekje en een 50 gram streng merino wol. En daar kun je twee de beste haarbanden uithalen. Ik heb er inmiddels zelf een heel handje. steeds de betere versie en ook gewoon een paar van de eindversie. Dit is er één van en dit is tevens één van mijn finished objects. Maar ik heb ze niet allemaal erbij gehaald, want ik dacht, dat is allemaal niet zo interessant. Ik geloof dat ik op Ravelry 3 haarbanden als project heb aangemaakt. Ik heb inmiddels een paarse in de kleur met appeltjes, een emeralda in een mooie groen en deze tielkleur en die heet Dioptaas. Dus dat is één van mijn finished objects. Nog even terugkomend op de weversmarkt. Fantastische dag gehad. Dankjewel voor iedereen die aan de kraam geweest is om even gedag te zeggen, om iets te kopen bij me, om iets te bewonderen wat op de kraam hing. Echt heel erg leuk, want je kunt natuurlijk wel een wolwinkeltje hebben, maar als er niemand interesse heeft in je spullen, dan doe je het ook voor niks, hè? Dus ik ben jullie echt heel erg dankbaar voor, nou ja, alle steun en support en aankopen en, nou ja, alles. Dankjewel. En helemaal te gek als je even geweest bent om gedag te zeggen en een button op te halen. Ik heb nog een finished object. En dat is mijn Aurora Cabin Shawl. Kijk nou toch eens in al zijn pracht. Hij is behoorlijk. Als ik hem helemaal op het allerbreedst vasthoud, dan heb ik dus deze stukken nog over. Dus hij is echt, echt enorm. Het was een behoorlijke breiklus, maar wat heb ik ervan genoten. De steken zijn heel leuk om te doen. Ik vond het heel leuk kleurig breien. En, maar de laatste toeren, de rand, daar moest ik volgens mij vorige keer nog aan beginnen. Ja, die ging over de 1000 steken heen. Dus, nou ja, dan ben je wel even bezig per toer. Dan kun je niet meer zeggen, ik drink mijn koffie op als mijn toer klaar is. Want als je net begonnen is, als je net begonnen bent, dan is je koffie al ijskoud natuurlijk. Nou, je kunt hem natuurlijk zo dragen. Heel veel mensen zullen dat waarschijnlijk ook doen. Maar ik ben altijd van de sjaals om mijn schouder. Dus ik zal hem bijna altijd zo dragen. En ik vind het heel, heel mooi. Een heel mooi breisel geworden. Een heel kleurig geheel. Ik heb mijn eigen settelbasisgaren gebruikt. En dat is het garen waarvan ik op de kraam altijd zeg, mensen die een wat hogere prikkelgevoeligheid hebben, die zullen dit niet zo gauw kiezen, denk ik. Ik kan het prima tegen mijn blote huid hebben. En mensen die ook eventjes aan de sjaal voelen, die hebben ook zoiets van, oh, maar dit prikt toch helemaal niet. Maar de mensen die daar heel gevoelig voor zijn, die
worden blijer als ze merino gebruiken. Maar wat ik zeg, ik heb er niet zo'n last van. Dus ik heb gewoon het zettelgaren gepakt. En dat heb ik gebruikt in de kleuren buttermilk. Dat is het witte. Warm sunset is het gelige. Wat hier tussen die oranjes in zit. Het oranje is de salmon. Het donkerblauw is in de navy. En het bruinige, dat is olivander. En ik ben helemaal blij met hoe die geworden is. Hij hing mooi als een eyecatcher in de kraam. En hij viel ook echt op. Want nou ja, als dit natuurlijk aan de zijkant van je kraam hangt in zulke kleuren. Dan, dat springt wel in het oog, denk ik. Dus dit is mijn tweede finished object. Ik ben 26 december gestart en 23 juli was die af en geblokt en helemaal klaar, draadjes ingeweven, alles. Dus ja, ik ben er 7 maanden mee bezig geweest, maar jullie kennen mij zo langzamerhand een beetje, hè. Works in progress, die komen in roulatie en gaan uit roulatie, net hoe het mij te pas komt. En ja, dat is gewoon hoe het gaat bij mij. Ik ben qua works in progress natuurlijk, ik heb heel veel dingen op de naald staan, maar wat ik eventjes mee naar boven gebracht heb, even deze eraf, dat is mijn koffieboontje sok. En ik ben net door de hiel heen. Ik heb gekozen voor de Flegel hiel. Laatst had ik de sneakersok van Esther Wijnands gebreid. Daar heb ik er trouwens ook pas 1 van af. En daar zat een Flegel hiel in. En toen dacht ik, dat is veel te lang geleden. Ik vind het zo'n fijne hiel. Dus ik dacht, oh, ik doe er gelijk eentje in mijn koffieboontjesok. Dit was de plek waar ik vorige keer was. Dus je denkt misschien, oh, maar een klein stukje gebreid. Maar zo'n hiel neemt natuurlijk ook heel veel ruimte in beslag. Dus ik ben nu weer terug op de voet. En dan doe je de onderkant gewoon stockinet, tricotsteek. En op de bovenkant doe je de koffieboontjes. Maar dat is zo'n leuk patroon. En het heeft zo'n hoog nog 1 koffieboontje gehalte. Dus het is echt heerlijk om te breien. Even tellen, ik dacht 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ja, 18 koffieboontjes op het been. En nou, de voet ga ik gewoon breien voor zo lang als dat het nodig is. Het is voor mijn doen een behoorlijke lange sok. Dus, lekker voor van de winter. En ja, ik vind hem echt heel erg mooi uit de verf komen. Dit is de Mojito kleur. Ook in het zettelgaren uit de webwinkel. En ik vind hem echt heel erg gaaf. Dit work in progress zal vandaag nog wel wat liefde krijgen. En morgen ook nog wel, denk ik. Maar morgen is het 31 juli. En dan gaan we beginnen aan de Vertices Unite Zomer Knit Along. Samen met Knitting Inden, met Yvonne. Als je haar nog niet kent, zoek haar eventjes op YouTube. Ik zal in de show notes hier beneden zal ik een linkje maken die je naar haar YouTube kanaal brengt. En wij gaan samen de Vertices Unite Zomer Knit Along hosten. Yvonne heeft al een keer een Vertices Unite gebreid. Die kun je zien op de evenementpagina op Facebook. En zij wilde er nog eentje maken. En ik heb hem al zo lang op mijn verlanglijstje. Dus toen we elkaar eerder deze zomer zagen, toen besloten we om daar een evenementje van te maken. Het wordt niet heel erg strak. Er zit ook niet een precieze eindtijd aan. We willen gewoon eigenlijk in de maand augustus vooral, omdat er dan toch veel mensen op vakantie zijn. Of de kinderen hebben vakantie, dus je dagen zien er wat anders uit. We dachten, hoe leuk is het dan om met elkaar een knit along te doen.
Even kijken, morgen 31 juli gaan we daar dus mee starten. En we hebben morgenavond om 7:30 een Zoom waarin we, gewoon eventjes met elkaar breien. Ik denk dat ik dan pas ga beginnen, of vlak ervoor, dat ik even gekeken heb wat ik moet doen aan het begin van het patroon. Maar we hebben eigenlijk een klein opzetfeestje. Als je daarbij wil zijn, op Facebook in de Wolhobby groep, in het Vertices Unite event, zet ik de link naar Zoom. En morgen zo tegen 7:30 zal ik de vergaderruimte openen en kunnen we gewoon bij elkaar komen. Zoom is niet moeilijk, hè? Moet je niet zenuwachtig van worden. Ik zal bij de link ook even zetten dat je computer zal waarschijnlijk iets willen downloaden of het gewoon via de webbrowser willen doen. Je moet je naam opgeven, zodat we onder in beeld kunnen zien hoe je heet. Je moet toestemming geven om je camera en je microfoon te gebruiken, maar als je in de vergaderruimte binnenkomt, staat die standaard uit. Ik vind het wel fijn als mensen hun camera aandoen, want anders dan zitten we alleen maar tegen zwarte vlakjes aan te kijken. Dat is een beetje ongezellig. En als je iets te vertellen hebt, dan kun je je camera even aandoen of in de chat eventjes iets vertellen. We gaan het gewoon gezellig hebben. We gaan er niet zo heel ingewikkeld over doen. We gaan helemaal niet ingewikkeld doen over deze knitalong. Ja, ik heb natuurlijk weer mijzelf opgelegde druk. Want ik dacht, oh, dat is wel leuk als ik hem in augustus gebreid krijg. Maar het is echt een kluifwerk. En ik ben niet een hele langzame breier. Maar mijn dagen bestaan niet alleen uit breien. Ik moet hartstikke veel werken in augustus. Ik moet hartstikke veel verven in augustus. Want begin september sta ik met de kraan weer op de Knit & Not in Tilburg in de Koepelhal. En daar lanceer ik 3 nieuwe mutsenpatronen die allemaal assigned pooling garen gebruiken. Nou, dat moet allemaal geverfd worden en assigned pooling, dat is gewoon veel werk. Verder ben ik druk met de adventkalender verven. Dus augustus is een pittige verfmaand. En dat vind ik helemaal niet erg om te doen, maar dat betekent dat ik niet de hele dag aan mijn Vertices Unite kan gaan zitten breien. Hij gaat in deze tas wonen. Dat weet ik al wel. Deze tas heb ik gekregen van Ineke. Ineke Dirksen. Dankjewel nog. Die gaat ook lekker meebreien. En ik heb gisteren eigenlijk pas mijn kleuren bedacht. Ik had al eerder iets verzonnen. En in de loop van de tijd heb ik mooie pakketten moeten maken voor mensen. Toen dacht ik, oh, dat is ook mooi. En dat is ook mooi. En ik zit natuurlijk eenmaal heel dicht bij het vuur, hè. En van de week was ik in Horen geweest op de weversmarkt. En daarna moeten we al het garen weer nakijken en tellen. En er waren nog een aantal kleuren die nog niet op de website waren. Dus die moesten we nog fotograferen. Dus nou ja, al met al is er heel wat garen door mijn handen gegaan. En toen we toch met het tellen bezig waren en alles nakijken, heb ik meteen mijn kleuren gekozen. En een van mijn kleuren is bijvoorbeeld bladgroen. Where is my martini is mijn favoriete kleur. Samen met olifander, hè, die bruine die hierin zit. Dat zijn echt, oh, dat vind ik het allermooist. Maar bladgroen is een iets lichtere variant daarvan die een keer in een restbad ontstaan is. En dit was de laatste streng die ik heb. Dus ik dacht, die ga ik dan wel gebruiken. Is in principe... is in principe een kleur die niet terugkomt, omdat het een restbad was. Dus ik dacht, die neem ik dan zelf wel. Hetzelfde geldt voor Purple Flame. Dit was ook een restbad en dit was ook de laatste streng die er van over was. De rest is allemaal verkocht. Dus ik dacht, ik neem hem, ik bol hem op en ik ga hem zelf in mijn sjaal gebruiken.
met appeltjes. Dit vind ik ook wel een hele mooie kleur hoor. En die doet het ook heel goed in de webwinkel. Dus dit was, dit is geen restblad en dit was niet de laatste. Maar ik vond hem gewoon heel mooi bij de rest passen. Dan hebben we nog Rusted. Een hele mooie diepe oranje. Met een klein spikkeltje erin. En Heyday. Dit was ook de laatste, maar dit is wel een kleur die ik bij kan maken. Nou, ik zal eventjes kijken of ik dit heel georganiseerd kan opstapelen en omhoog kan houden. Dit is mijn kleurenpalet. En ik kan niet wachten om te beginnen morgen. De naald zit er ook al bij in de tas. Ik moet nog eventjes yarn bras, hè, de garen jasjes, nog even zoeken, want dat is wel zo handig als je 5 strengen in een tas hebt. Hoewel je in de Vertices Unite altijd maar 2 strengen per naald gebruikt, hooguit, of 1 streng. Dus het is niet als net in deze sectie van de sjaal, die slipstitches, dan zitten alle 5 de strengen aan je werk. En dat is een heel gehussel met garen en bolletjes en draadjes, dus, maar dat is niet zo bij deze. Kijk, oh gezellig, ik kan niet wachten. Heel even nog, morgen mag ik. Ik zal op het scherm hier eventjes de hashtags neerzetten. Als je er iets over gaat roepen op social media, dan vind ik het leuk als de hashtag Vertices Unite Zomercall hashtag knitting in den en hashtag wolhobby erbij staan. Dat helpt altijd om het... nou, het is sowieso lekker georganiseerd, hè? Want als iemand er iets van zou willen zien, dan zou hij die Vertices Unite Zomercall hashtag aan kunnen klikken. En dan komt het allemaal bovendrijven. Maar je helpt Yvonne en mij ook erg om een beetje onder de aandacht te komen. Dus leuk als je dat ook eventjes erbij wil zetten als je ergens een foto post. Ik had dus bedacht dat het zo leuk zou zijn als ik hem in augustus zou kunnen breien in zijn geheel. Nou, ik heb in de Wolhobby Facebookgroep in het Vertices Unite event heb ik een spreadsheet gepost. Niet mijn spreadsheet, maar er is altijd iemand die slimmer is dan ik, die zo'n spreadsheet gaat bedenken. En daar kun je dus precies zien, sectie 1, hoeveel steken per toer je doet. En in de volgende kolom kun je zien hoeveel procent van de sjaal je klaar hebt aan het eind van die naald. Nou, ik heb bedacht, hè, eventjes grof gezegd, augustus, 4 weken. Dus ik moet 25% per week breien als ik hem af wil hebben binnen de tijd. Dat zou betekenen dat ik 2600 steken per dag moet doen. Ja, een vrouw met een missie, breier met een missie. En dat is op sommige dagen natuurlijk gewoon niet haalbaar. Dus, maar ik heb het erin gezet. Ik heb voor mezelf de datums erbij gezet van wanneer iets dan af moet zijn. Gewoon omdat ik het wel een sport vind om het een beetje bij te houden. Maar als ik heel druk ben en heel moe en ik kom er niet aan toe, dan kan het maar zo zijn dat aan het eind van augustus... Ik moest even heel erg niezen. Daar ben ik weer. Dan kan het maar zo zijn dat aan het eind van augustus dat ik nog steeds in sectie 1 zit. En dat is niet erg, hè? Er is geen breipolitie. Ik zeg het heel vaak. Dus, maar wat ik wel van plan ben om de hele maand augustus vol te houden, is om iedere dag minstens 30 minuten eraan te breien. En daar heb ik zelfs een kalender voor uitgeprint. Die heb ik ook niet zelf verzonnen. Dit is van de Crazy Sock Lady. Die heeft een betaald membership op YouTube. En ik ben daar betaalde member. Ik wilde gewoon eens een tijdje meekijken van hoe ziet dat er dan uit. En nou ja, wat levert het op. Ik ben vooralsnog helemaal niet van plan om betaalde memberships te gaan doen. Hè?
mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik graag mijn best doe om dingen bereikbaar te maken voor iedereen. Daarom doen we bijvoorbeeld ook in december altijd een gratis adventproject breien. Omdat ik heel graag wil dat iedereen mee kan genieten van al het moois wat er te krijgen is. Maar goed, ik ben dus zelf wel eventjes betaalde member bij de Crazy Sock Lady. En zij heeft ook voor haar betalende leden een Facebookgroep geopend. Waar je dus alleen maar bij kan als je dus lid bent van haar kanaal. En daar gaat dus in augustus een knit-along plaatsvinden van 30 minutes of knitting. 30 minuten breien. Dat is iets wat, dat is haar dingetje. Zij doet dat altijd. Crazy Sock Lady is iemand die heel vroeg in bed ligt, maar ook heel vroeg uit bed is. En zij start haar dag altijd met 30 minuten breien. En dan doet ze meteen haar Bijbelstudie. En, want zij leest en breit tegelijkertijd. Nou, dat, ik zou het wel kunnen denken, maar ik verlang er helemaal niet naar. Dat zijn voor mij echt twee verschillende dingen. Ik luister wel boeken als ik brei, hè. Maar zij dacht dat het misschien een leuke knit-along was om met elkaar te doen in de maand augustus. Dus ik heb de kalender uitgeprint die een van de leden in die groep gemaakt heeft. En ik ga elke dag eventjes erbij schrijven hoeveel steken ik die dag aan de Vertices Unite gebreid heb. En dat hoef ik natuurlijk niet te tellen, want dat kan ik allemaal vinden in die handige spreadsheet, hè. Dus ik heb trouwens gisteren nog 3 Stephen West boeken gekocht. Stephen West heeft een hele grote uitverkoop van zijn boeken. Waarom, weet ik eigenlijk niet precies. Maar het is wel leuk, want boeken die normaal 30 euro kosten, die koop je nu voor een tientje. En Diane uit de Facebookgroep, een trouwe wolhobbybreier. Hi Diane. Die had mij erop gewezen en in de eerste instantie leek het alweer gestopt te zijn. Maar later startte de boel toch weer op. En je koopt dan dus door Stephen West gesigneerde boeken. Nou, ik heb natuurlijk 1 zo'n mooi boek heb ik al van Marina gekregen. Dat heb ik jullie in de vorige vlog laten zien. Maar ik heb dus 3 andere boeken. Best Knits, boek 1 en 3 heb ik gekocht. Boek 2 had ik van Marina. En ik heb de Painting Shawls heb ik gekocht. En die verwacht ik eigenlijk allemaal komende week hier binnen. Dus de volgende keer kan ik ze laten zien. Ik koop eigenlijk nooit breiboeken. Ik kocht eigenlijk überhaupt nooit zo heel veel dingen. Maar het is voor mij toch een beetje anders geworden nu ik ook een breibedrijf heb, zeg maar. Dus ik dacht, oh, nou, er zijn echt nog wel een aantal sjaals en patronen van hem die ik graag wil breien. En ik vond het een mooi cadeautje aan mezelf. Ik heb zo hard gewerkt op de weversmarkt deze week. En ik dacht, oh, dat gun ik mezelf. Dus de boeken die ga ik volgende keer laten zien. En ik zal in de show notes ook de link zetten naar de uitverkoop. Mocht je zelf nog een boek willen, of mocht je binnenkort jarig zijn en iemand op een idee willen brengen. Ik heb geen idee hoe lang die loopt, hè, die uitverkoop. Dus als je dit filmpje pas over 3 weken of een half jaar kijkt, dan zal het ongetwijfeld voorbij zijn. Maar voor de mensen die nu kijken, zal ik het in de show notes zetten. En dan kun je kijken of er nog iets van je gading bij zit. De mutsen die in september op de Knit & Not gelanceerd worden, die worden op dit moment allemaal getest. De patronen zijn allemaal uitgeschreven. Ze zijn al bij de tech editor geweest, bij Anke. Nu worden ze getest. En daarna, als de testers ook alles nagekeken hebben, is het allemaal duidelijk wat ik opgeschreven heb. Want ja, je bedenkt iets, maar het is echt nog ingewikkeld om het dan precies op papier te zetten. Hè? Toevallig hadden we het tijdens de lunch erover.
Misschien kennen jullie dat filmpje wel op, ik denk dat het gewoon op YouTube staat eigenlijk. Als ik het kan vinden, zal ik het linken. Dat is een vader en die vraagt aan zijn kinderen of ze een handleiding willen schrijven voor het besmeren van een boterham met pindakaas. Nou, dat filmpje is echt hilarisch. Want het begint er dus mee dat er staat, pak een boterham, pak een mes en smeer de pindakaas op brood. En dat is exact wat die vader doet. Hij pakt een boterham, hij pakt een mes en hij pakt de pot met pindakaas en die begint hij zo over die boterham te smeren. Zoiets. Zo begint het. Dus die kinderen gaan steeds een stapje daaraan toevoegen in de hoop dat papa het dan goed doet. Maar omdat hij precies blijft volgen wat de kinderen opgeschreven hebben, is dat echt een komisch filmpje, vind ik. Ik kan daar echt om lachen. Als ik het gevonden heb, zal ik het hier linken. Maar daar moest ik aan denken toen ik de patroonsteken voor deze drie assigned pooling mutsen moest uitschrijven. Kijk, ik weet wel wat ik moet doen, want ik heb het bedacht, hè. Maar het gaat er niet om dat ik het weet. Het gaat erom dat als jullie straks een patroon kopen, dat je het leest en dat je het ook weet. En dat is echt een vak apart. Dus daarom, als de testers ook de patronen doorgewerkt hebben, dan wordt het opgemaakt. Gaan we weer van die mooie patroonboekjes ervan maken. En dan kun je dus op de Knit & Not en later ook in de webwinkel assigned pooling strengen met het patroon kopen. Patronen die ik aan het schrijven ben, die hebben dus echt zo'n assigned pooling streng nodig. Want dat is namelijk wat er gebeurt met assigned pooling. Er is maar een klein stuk van de streng in een bepaalde kleur. En op het moment dat je die kleur dus tegenkomt, dan vereist dat een actie. Nou, leg ik allemaal duidelijk uit in het patroon en in de filmpjes die erbij horen. Dus, maar dat is dus iets wat komende maand allemaal ook nog tot een afronding gebracht moet worden. Gaat ook allemaal van mijn Virtus Unite breitijd af, hè? Even kijken, ik wil nog even terugpakken naar vlog nummer 30. Dat is de vlog waarin ik 1000 kijkers op YouTube behaald had. En waarin ik de giveaways om die 1000 subscribers te vieren heb aangekondigd. Als je daar nog niet aan meedoet en je zou toch best wel graag iets willen winnen, dan moet je eventjes terug naar vlog 30 en daar iets onder de vlog, een comment achterlaten. En ik ga proberen om in deze bovenhoek, die bovenhoek is dat volgens mij, om de link naar vlog 30 neer te zetten. Dat heb ik in de vorige vlog ook geprobeerd. Is hopeloos mislukt, dus ik ga hem in de herkansing. Kijken of ik me die skill ook eigen kan maken. En dan hebben we een breipenvriendinnenverhaal. Ik heb mijn boekje hier. Boekje 1 zijn we nog steeds in bezig. Hè? Een tijdje geleden kwam ik ineens met het plan van, oh, ik wil een boekje rondsturen waarin breipenvriendinnen, dat vond ik een grappige vinding van mijn collega Jennifer, en daar heb ik dus dit idee van gemaakt, waarin breipenvriendinnen een verhaaltje schrijven over hun handwerkleven. Nou, die boekjes, daar zit voorin een adressenlijst en er zit ook voorin een uitleg wat een beetje de bedoeling is. En die boekjes die reizen door het land en iedereen die zich opgegeven heeft, die krijgt op een zeker moment zo'n boekje in de brievenbus en dan gaan ze daar iets in schrijven. En vandaag is het breipenvriendinnenverhaal van Karin uit Eefde aan de beurt. En zij heeft dat op 8 april 2023 in het boekje geschreven. Lieve breipenvriendinnen, ik weet dat een aantal van jullie al met smart aan het wachten zijn, dus ik zal maar snel beginnen. Ik ben Karin, 52 jaar, woon al 27 jaar samen. We hebben een dochter van 22 en onze hond Thibaut is 3. En dat is een kruising tussen een Jitsu en een Malteser en een Chihuahua.
Ik werk fulltime als secretaresse, maar dat doe ik al 23 jaar vanuit huis. Heerlijk! Ik maak best lange dagen, van 6:30 tot 6:30, maar tussendoor is er af en toe niets te doen en dan ga ik naar YouTube, leuke vlogs kijken of Miranda's handwerkcafé en dan lekker wat handwerken. Van mijn 15e tot mijn 51ste heb ik eigenlijk niets meer met handwerken gedaan. Toen ik 7 was, woonde ik naast een Turks gezin en hun dochter was mijn beste vriendin. Haar moeder kon heel mooi haken, met een haaknaald van 1 mm of nog kleiner, kraaltjes erin. Ik vond het geweldig. Ik vroeg of ze mij dat wilde leren misschien, met iets grotere haaknaalden, zodat ik kleertjes voor mijn Barbie kon maken. Binnen no time maakte ik prachtige jurken en pannenlappen en op mijn 13e ging ik regelmatig naar een tienersoos in de buurt en daar hadden ze bedacht dat het leuk was om te leren breien. Natuurlijk deed ik mee. Ik weet nog dat hij blauw was en dat ik een voorpand heb gebreid en dat ik uiteindelijk de trui ook veel gedragen heb. Ik weet ook dat ik hem niet zelf heb afgebreid. Ik denk dat mijn moeder hem heeft afgemaakt, maar dat weet ik niet zeker. Zij kon handwerken, maar had daar eigenlijk altijd veel te veel voor aan de hand in haar ogen. Ik heb dus pas het afgelopen jaar mijn liefde voor handwerken teruggevonden en dat is meteen heel erg uit de hand gelopen. Mijn dochter is ook besmet en heeft al allerlei leuke projecten gehaakt. Eind vorig jaar had ik bedacht dat ik het breien ook weer op wilde pakken. Op YouTube kwamen de leukste mensen voorbij die geweldige dingen konden breien. Ik wilde graag leren sokken breien. Het leek mij onmogelijk om aan te leren met 4 of 5 naalden. Hoe dan? Maar aan de andere kant, die anderen doen het ook. Dus als zij het allemaal kunnen, moet ik het ook kunnen. Inmiddels is mijn eerste paar sokken een feit. Het is gelukt! En toen kwam het zonnigproject voorbij. Dit is dus eigenlijk pas mijn tweede breiproject. Maar wat is het leuk om te doen. Dit is eigenlijk ook helemaal in mijn straatje. Het soort breien dat ik leuk vind. Ik zie nog wel enorm op tegen wat nu nog moet komen, het wassen en het blokken. Wat ik het leukste vind aan haken en breien is om steeds wat nieuws te leren. Ik maak eigenlijk nooit 2 keer hetzelfde. Ik word er heerlijk rustig van en kan me er helemaal in verliezen. Ik heb ook al heel veel mystery crochet-longs gedaan en aan de zonneknittenlong. Dat vind ik ook altijd erg leuk om te doen. Heel vaak is het proces bij mij het belangrijkst, niet zozeer het eindresultaat. Nou ja, een leuk eindresultaat is natuurlijk ook wel prettig. Ik vind de handwerkcommunity erg leuk, meestal hele lieve, gezellige mensen. Nou, ik ga nog even de extra rekbare i-cord afmaken van de zonnig en dan ben ik mooi op tijd klaar voor aanstaande dinsdag als de crochet-along van Joke Schuurman, draadje los, begint. Dan gaan we tunies haken, ook leuk. Lieve groetjes en heel veel handwerkplezier van Karin. Karin, dank je wel dat je dit met ons hebt willen delen. Ik zal nog eventjes de bladzijdes laten zien met mooie plaatjes. En ik ga ervan uit dat dat met het afkanten en wassen en blokken van die zonnig helemaal goed gekomen is, hè? En ik heb het eigenlijk niet op mijn netvlies of je ook meedoet met de Vertices Unite morgen. Dat weet ik niet. Volgende keer hebben we weer een verhaal uit het Breipen Vriendinnenboekje. Dan heb ik nog een kleine mededeling. Er is mij vorige zomer volgens mij al eens door een van jullie gevraagd van zou je nou eens iets uit kunnen leggen van Revelry. Want ik heb er een account, maar ik snap er niks van. En er zijn natuurlijk heel veel filmpjes op Revelry of op YouTube die iets uitleggen over Revelry. Ik weet dat er heel veel Engelse filmpjes zijn, maar Mirjam Molenbeek heb ik gehoord dat hij er ook filmpjes van heeft. Maar ik wil natuurlijk heel graag jullie tegemoetkomen. Dus als je een vraag hebt over Revelry of over Knit Companion. Ik heb inmiddels uitgevlooid hoe ik mijn scherm op kan nemen terwijl ik erover vertel. Dus dan zien jullie niet mij in beeld, maar dan zie je gewoon mijn computerscherm in beeld. En dan kan ik daar allerlei dingen aanwijzen. Dus als je een specifieke vraag hebt,
Zet hem dan in de comments hier beneden en dan ga ik er een klein filmpje van maken. En dan plaats ik dat op YouTube en dan kun je dat eens rustig bekijken en nog eens bekijken en nog eens bekijken. En op die manier helpen jullie mij om jullie weer iets nieuws te leren. Nou, vond ik een leuk idee. Even denken. Heb ik nu alles gezegd wat ik kwijt wilde? Even spieken hoor, ogenblikje. Ja, volgens mij wel. ik verheug me enorm op morgen. Ik heb echt heel veel zin om te beginnen. Ik had op Facebook een poll gezet. Want ik weet dat er al mensen begonnen zijn. Dus ik had een poll geplaatst van ik ben al begonnen. Of ik ga morgen, als het de 31ste is, meteen beginnen. Of ik ga beginnen tijdens het opzetfeestje via Zoom. Of ik stel het nog even uit, want ik ga bijvoorbeeld binnenkort op vakantie. Nou, die poll, daar zijn allemaal mensen op aan het antwoorden. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kom heel erg in de verleiding om gewoon morgenochtend te beginnen, hè. Maar ik heb toch besloten dat ik wacht tot de Zoom. En dat ik daarna, vanaf de dag daarna, 1 augustus, in ieder geval die 30 minuten breien aan mijn project ga doen. En dan zullen we het wel eens zien. Als je meedoet, laat je niet afschrikken door de enorme hoeveelheid werk van sectie 1. Hè? Ik heb het al eerder gezegd, als je sectie 1 af hebt, is een derde van je sjaal klaar. Dus er lijkt geen eind aan te komen. Maar dat komt omdat het ook gewoon echt een enorme hap van de totale hoeveelheid werk is. Laat je niet afschrikken. Als iets in sectie 1, 2, 3, 4, 5 is uitgesplitst, 6 secties heeft hij, geloof ik. Dan heb je voor je gevoel altijd zoiets van, oh, dan moet ik dat binnen een zesde deel van de tijd kunnen breien. Maar in dit geval is dat dus niet zo. Sectie 1 is groot. Een derde van je sjaal is sectie 1. Voor de mensen die geen Facebook of Instagram gebruiken, maar die dit filmpje of het filmpje van Yvonne zien en toch graag mee willen doen, hebben we besloten om een nieuwsbrief te maken. Dus dan krijg je in ieder geval iedere week, een week of 6 achter elkaar of zo, een nieuwsbrief met een leuk verhaaltje over de voortgang van de Vertices Unite Zomer Knit Along. En als je het leuk vindt om op die nieuwsbrieflijst te komen, maar let wel, dat is echt alleen voor de mensen die niet op social media ergens mee kunnen kletsen. Als je dit filmpje ziet en je denkt, ik heb geen social media, maar ik doe wel mee aan die Knit Along, laat mij dan eventjes weten via linda@wolhobby dat je graag op de nieuwsbrieflijst wil. En dan zet ik je erbij en dan krijg je via hetzelfde systeem als we gebruiken met de adventsjaal en de vaste tijd Knit Along, krijg je een nieuwsbrief, niet elke dag, maar elke week, met een leuke update over hoe het allemaal gaat met de Knit Along. Nou, dit is echt wat ik aan jullie kwijt wilde. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om een comment achter te laten onder vlog 30 als je mee wilt doen met de giveaway. Maar ik vind het ook heel leuk als je hier een berichtje achterlaat. En als je natuurlijk iets wil weten over Ravelry of Knit Companion, dan zeker even een berichtje achterlaten. Hè? Als je dat niet hieronder wil zetten, omdat je bang bent dat je een domme vraag stelt. Domme vragen zijn er niet, maar nou ja, dat je het een beetje raar vindt om te vragen, doe het dan via de mail linda@wolhobby.nl. Nou, dankjewel voor het kijken. Brei je blij en tot de volgende keer. Dag!